Oh mijn god jongens, ik heb echt een hele gave poster gekregen. Hier staan alle Pokémon's op. Hallo mensen, Krijn hier en vandaag is het weer tijd. Het is tijd om deze Celebrations Collectors Chest te openen. Laten we gewoon gelijk in deze chest duiken en kijken wat er allemaal in zit. Later in de video maak ik bekend wie de Roserade character art heeft gewonnen. Oeh. Oh. De randen van deze promokaart zijn allemaal goud. We hebben de gouden Celebrations Mint, Hydreigon C, Mimikyu en gewoon de Lightoxtricity holokaart. We hebben gewoon een pack van Battlestyles en Vivid Voltage, jongens. Wie weet, jongens, gaat hier nog een amazing rare in zitten. Oeh, de code van de Collector's Chest. Deze ga ik later in de video aan jullie weggeven. We hebben gewoon 6 pakjes van Celebrations, jongens. Ik moet nog Charizard, Blastoise, Mega Rayquaza, Tapu Lele en nog een aantal andere Pokémons om mijn collectie van Celebrations compleet te maken. Dan hebben we gewoon heel veel Celebration stickers. We kunnen nooit genoeg stickers hebben. Ja, we hebben gewoon weer een notitieblokje waar je gewoon van alles op kan schrijven. En we hebben gewoon een speciaal verzamelmapje van Celebrations. Oeh, wat is dit nou weer? En helemaal onderaan hebben we dit velletje papier waar nog wat informatie staat over onze promokaarten. Sticker... Alles in de kist is geopend, dus laten we nu gewoon beginnen met het openmaken van al deze pakjes. Oeh, deze pakjes die gaan open als boter, jongens. Ik ben de kaarttruc helemaal vergeten van deze set. We hebben de legendarische Lugia. Deze kaart heb ik echt al heel vaak gepoeld. Dan zit hier onder de Cosmoem. De Evolve van Cosmog. Hieronder zou denk ik al een speciale kaart kunnen zitten. Zullen we er over gaan? 3, 2, 1... Oeh, hey! Ja hoor, we beginnen op de video al gelijk goed. We hebben de Garchomp level X gepoeld. En daaronder zit ook nog een... Surfing Pikachu. Oh, er zitten codekaarten in. Daar ben ik gewoon helemaal vergeten. There you go. There you go. Oeh, wow. Die raakte het dak aan. Dan zit hier alweer de Cosmoem. Oh, Palkia, waar is Dialga? Dit is ook een van mijn favoriete Pokémon's van vroeger, jongens. Hieronder zou een Ultrarare kunnen zitten van de standaard set. En het is de Mew! De Mew is wel een van de betere commons die je kan halen uit deze set, jongens. En de kaart die hieronder zit kan een gewone kaart zijn, maar ook een Secret Rare. En het is... Ja, jongens, het is de Birthday Pikachu. Het is een feestje. Zijn jullie aan het genieten van deze video? Klik dan zeker op het blauwe duimpje. Want bij de 200 likes gaan we nog vaker Celebrations openings doen. Hoppakee. En daar laat du godu. Dan gaan we één kaart naar achteren. En hieronder zit... Ja! We hebben de Dialga gevonden. We hebben nu Palkia en Dialga. Alright, en onder Dialga zit... Professors Research, jongens. Ik vind het nog steeds zo gaaf dat zijn arm uit de art gaat. Hieronder zit natuurlijk weer een Secret Rare. En dat is... Ho-oh! Wisten jullie dat Ho-Oh omgedraaid Ho-Oh is? Code kaart. Geef mij die Pikachu hier ook. Oh, we hebben er nog één. Hey, daar is de Pikachu, jongens. Kijk eens aan. Dit is hoe Pikachu er vroeger uitzag, jongens. 3, 2, 1. Woe, hey. Hier komt Team Rocket. Jesse, James en natuurlijk Meowth. We hebben nog maar 2 pakjes te gaan van Celebrations. Ik ben benieuwd, ik ben benieuwd. There you go. Ik hoop dat we nog een kaart gaan krijgen die we kunnen toevoegen aan onze verzameling. De Lugia. Weer een Professor's Research. 3, 2, 1. Ah, oh, het is de Cosmoem. Deze heb ik ook al 3 keer gepot ondertussen. Daar gaan we dan, jongens. Code kaart. 1 kaart naar achteren. Oeh, oké. Hier is de Groudon. Dan zit daaronder de Cosmog. Dat is de voorevolutie van Cosmoem. Hey, daar is de full art van Professor's Research, jongens. Dat is een best goede kaart om te halen uit deze set. Zullen we er gewoon maar snel voor gaan? Het is de Kledel, jongens. Deze kaart heb ik nog niet. Wat is deze centering, trouwens? Het is alweer tijd om over te gaan naar de pakjes van Battlestyles en Vivid Voltage. We gaan voor Battlestyles. Daar gaan we mee beginnen, jongens. Kijk eens aan. De codekaart. 1, 2, 3, 4 kaarten naar achteren. En ik denk dat de energy kaart Leaf-type is. Nee, het is water. Helaas. We beginnen gelijk goed met de Picknight. Dan hebben we de Fan of Weaves. Oeh, we hebben Doddler. Dat is de evolutie van Blipper. Onyx, waar is Brox? Dan is hier Sisslipede. Deze art van Sisslipede heb ik nog nooit gezien. Verander jij maar snel in Centiscorch. Glimmauw, die gewoon aan het chillen is op de boom, jongens. De Galarian Slowpoke. Oh, het is de Jamper die gewoon een pokebal in zijn mond heeft. Oeh, Meowstic. Deze art is wel echt heel gaaf als je het mij vraagt. 1. Het is de evolutie van Jamper, de Boltund. Dat is echt heel toevallig, jongens. Het is alweer tijd om over te gaan naar het allerlaatste pakje. En dat is het pakje van Vivid Voltage. Als we gewoon nog een amazing rare zouden kunnen krijgen, zou dat echt amazing zijn. De codekaart van het pakje. Oh.
En de codekaart van de Celebrations Collector's Chest. Claim hem snel, want voor je het weet is hij weg. De Water-type Energy. Oh nee, nou is het de Steel-type. Go Goat. Let's go Goat. Windom Stadium. Oh, mijn tang. Oh mijn god. Wanneer ga jij veranderen in Metagross? Hey, de Eevee. Jij mag echt heel veel wensen gaan doen. Oh, de Woobat die hem gewoon natuurlijk bij de bier aan het viben is. Seedot, het wandelende eikeltje. Funfy met de Teddy Ursa. Dit is ook echt een heel erg schattige kaart als je het mij vraagt. Oeh, amazing rare. En het is de Opal, jongens. Eén, oh, het is een Zeraora holokaart. Dat is wel echt heel gaaf dat we nog een holokaart poelen uit deze box. Ik wil nog niet dat deze unboxing voorbij is. Ha! Hey, ja, jongens, we hebben nu nog een Pokéball. Oeh, oh, er zitten weer 3 pakjes in. We hebben weer een pack van Vivid Voltage. Cosmic Eclipse pakje, wat echt zo'n gave set is, jongens. En natuurlijk een Rebel Clash pack. We gaan beginnen met het Rebel Clash pakje. Code. 1, 2, 3, 4. Vuur-type energy. Oh nee, het is de Psychic Energy. We hebben de Scoop-up net. En hiermee gaan we een Butterfree vangen. Dan hebben we de Chatot. Oh, de Charyabug. De Minecraft Pokémon. Dan hebben we Natu ook gezegd. Utan. Trubbish. Trush. Pidoof. Deze Pidoof is niet alleen. Dus jongens, we moeten hun geen voer geven. Helioptaal. Ik ben benieuwd of deze in Legends Arceus zit. Voltorb, het houdt maar niet op met de elektrische Pokémon. Dan zit hieronder alweer onze Reverse Holo. En dat is gewoon een appel. En hieronder zit de Pokémon met de grote snor. Vivid Voltage. Oeh. Als we een Amazing Rare halen uit deze pack, zou dat echt insane zijn, jongens. De Psychic! Oh, ja! We hebben hem goed. Het is de Psychic Energy, jongens. Let op mijn woorden. Hier gaat een Amazing Rare in zitten. Dan hebben we de Excadrill die gewoon aan het graven is naar die Amazing Rare. Oeh, de Macargo. Ook een heel erg gave slak, jongens. Dan hebben we Nessa, de trainer die rijmt op Tessa. Oh, deze kaart heb ik nog nooit gepoeld. We hebben de Sandile. Ik vind deze art echt super mooi. Daar hebben we de grote walvis, de Wilmer. En dan is daar de Weedle. Oh, wat schattig. Oh, nu hebben we Beldum. We hebben alleen nog maar Metagross nodig. 3, 2, 1. Wow. Oh, we hebben helaas geen Amazing Rare gehaald uit deze pack. Alright. Oh! Dan hebben we gewoon weer een Jirachi te pakken. En zit hieronder. En dat is de Exploit. We kunnen nooit genoeg Amazing Rares hebben. Dus hier ben ik echt heel blij mee. Ho, ik onderbreek even deze opening. Omdat het tijd is om de Roserade character art weg te geven. Dus laten we gewoon kijken wie deze kaart gewonnen heeft. 3, 2, 1. Eén. Alright, alright. Wie is het? Is het Chris? Is het Maiko? Is het... Oh, hey, het is Maiko. Gefeliciteerd met het winnen van de Roserade character art. Ik zal een bericht naar je sturen en dan komt de kaart zo snel mogelijk naar je toe. Alright, laten we verder gaan met de unboxing. Woehoe! En dan hebben we hier het echte allerlaatste pakje. En dat is natuurlijk een pack van Cosmic Eclipse. Deze pack gaat open als boter. Oh. De codekaart. Watertype. Nee, het is fighting. Zet de spannende muziek aan. Dan hebben we de Heracross. Oeh, de Araquanid. Ik hoop dat ik het goed zeg. Dan zit hier onder Trot. Die gewoon ready is om te worstelen. Oeh, hey, de Rowlet. Oeh. Jullie moeten echt mijn vorige Legends Arceus video zien. Hey, de Magnemite. Super lijp. Dan hebben we hier de Lillipup. Lillipup is echt het schattigste hondje als je het mij vraagt. Nee, de Trapinch. Die gewoon uitgedroogd ligt bij de desert. Oh, Gallade. Reverse. Holo, jongens. Alright, jongens. Hieronder zit alweer de laatste kaart. En dat is... Oh, oh mijn god. Wat? We hebben de Arceus Dialga en Palkia GX. Oh mijn god. We hebben het nog gehad over de Dialga en Palkia. Maar hier hebben we Dialga, Palkia en Arceus. Als jullie dit een leuke video vonden, vergeet dan ook zeker niet om een kijkje te nemen naar deze opening, waar ik de Eevee Collector's Chest open. En dan zie ik jullie de volgende keer. Woehoe.